Len de Klerk, dank voor de uitnodiging in Kaatsheuvel om langs te komen in het kader van het Oral History project van het ADNG. Waarin inmiddels meer dan 30 emeriti hoogleraar psychologie terugblikken op hun carrière. En de serie is nadrukkelijk bedoeld bedoeld voor een aankomende generatie studenten psychologie. Om ze enig historisch besef van de ontwikkeling van de Nederlandse psychologie bij te brengen. De eerste vraag is steeds, kan u iets vertellen over uw achtergrond? En vervolgens zal ik overgaan van waarom u ooit psychologie bent gaan studeren. Maar ik wou beginnen met de vraag, wat voor milieu bent u grootgebracht? Dat was een protestants milieu. Ja. Mijn ouders die komen uit West-Brabant. Ja. Mijn vader uit Roosendaal, mijn moeder uit Bergen-op-Zoom. Mijn vader die zou je in de huidige tijd noemen een jonge man die zeer begaafd is, hoogbegaafd. Die heeft in een sneltreinvaart zijn lagere school, Mulo Kweekschool, doorlopen. Ja, ja. En was op 18-jarige leeftijd leraar, onderwijzer heette dat, voor ja, de klas. Ja, ja. En daar was hij dat in Bergen-op-Zoom. Ja. En daar heeft hij ook mijn moeder leren kennen, die komt uit Bergen-op-Zoom. Ja, ja. Vervolgens zijn wij verhuisd naar Gorinchem. Ja, ja. Tegen de tijd dat de oorlog begon zaten we in Nijmegen. Ja, ja. Daarna teruggegaan naar de oorlog. U bent uit 1938, hè? Ik ben van 38. En na de oorlog zijn we teruggegaan naar Gorinchem. Ja. Van Gorinchem naar Culemborg. Dat is eigenlijk een hele belangrijke fase geweest. Dat zal later blijken in het gesprek. Ja. En van Culemborg is hij via Utrecht naar Leiden gegaan. Daar is hij hoogleraar geworden. Dus hij is van Mulo-leerling hoogleraar geworden. En hij is hoogleraar geworden in de pedagogiek. In de pedagogiek. Eigenlijk de oprichter van de pedagogiek in Leiden. Ja, ja, ja. Dat is het milieu. Dat is het milieu waar je grootgebracht bent. Dus een intellectueel milieu wel. Waarin iemand opgeklommen, of tenminste waarin iemand opgeklommen is. Ja, er was duidelijk een opgaande lijn in dat gezin. Ja. Ja, ja. En ik ben de oudste van 5 kinderen. Ja. Dat is eigenlijk dus wat het milieu betreft waar ik in grootgebracht ben. En de middelbare school waar u heen ging, die was dan in Leiden? Of nee, dat was in Culemborg. In Culemborg. En dat zat zo. Mijn vader die is al die tijd onderwijzer geweest. Ja. Uiteindelijk in Nijmegen bij de Klokkenberg. En toen is hij later naar Gorinchem teruggegaan. Ja. Van Gorinchem naar Culemborg. En in Culemborg was hij hoofd van de school, dus directeur. Ja, ja. En, in die tijd een baan met een enorme aanzien ook. Het was een baan met in ieder geval voor hem een promotie, laten we het zo zeggen. Ja. En die periode is heel markant geweest. Hij is toen gaan studeren, is daar gepromoveerd op weg naar zijn hoogleraarschap. Ja. En ik ben in die tijd heb ik op de HBS gezeten, de christelijke HBS, B-afdeling. Ja. En daar had mijn vader eigenlijk mee te maken gehad, want toen hij daar als hoofd van die ULO zat, toen heeft hij ook bevorderd dat er een HBS zou komen. Ja. En zo ben ik een van de eerste leerlingen, in het tweede jaar geloof ik, dat ik op die HBS heb gezeten. En in die tijd dat ik op de HBS heb gezeten, halverwege die periode, toen heb ik er eigenlijk de brui aan willen geven, om het zo maar eens te zeggen. Omdat mijn ideaal was om meubelmaker te worden. Oh ja? Ja, dat leek mij een ontzettend mooi vak. Dat is een vak waarbij je niet alleen moest construeren, maar ook mooi snijwerk verrichten. Ja. Dat had ik helemaal mijn zin op gezet. Dus ik heb die school een beetje verwaarloosd. En eigenlijk wilde ik dat als ideaal naleven. Ambachtsman worden. Ambachtsman. Mijn vader heeft toen ingegrepen. Die zei van, moet je luisteren. Pedagogie. Dat is allemaal mooi. Pedagogiek. Dat is allemaal mooi dat je dat doet. Maar doe nou eerst die HBS. Ja. Want dan kun je eigenlijk alsnog dat doen. Ja. Misschien kom je dan andere dingen tegen die nog leuker zijn. Dus stel dat even uit en maak die school af. Ja. Toen heb ik school afgemaakt. Ja. Dat was in de vierde klas dat ik was blijven zitten om die reden. Ja. En toen de vierde herhaald, of de vijfde klas gehaald, examen gedaan. Alpha, beta. Beta, B, ja.
En toen was het punt van, ja, wat moet je dan? Toen was eigenlijk het devies, gaan we medicijnen studeren. De devies van uw vader? Of, ja. Of, ja, mijn vriendjes die gingen dat doen en ja, mijn vader ja, die vond het ook eigenlijk het beste. Ja. En aldoende ben ik gewoon daarmee aan begonnen. Ja. In het eerste jaar... Welke universiteit was in Leiden dan ook? Nee, in Utrecht. In Utrecht. Ja. En wat ik eigenlijk wel van belang vind, ja, dat is dat ik het eigenlijk wel heel erg leuk vond, dat eerste jaar. De medicijnenstudie. Ja. En er was één vak bij en dat heette medische fysica. Ja. En dat was heel merkwaardig. Daar kon je of een tentamen doen voor je propeduizen, of je kon een referaat houden. Ja. En ik koos voor dat laatste. En toen heb ik een referaat gehouden over het oor. Dat wil zeggen het evenwichtsorgaan, het gehoororgaan en hoe dat allemaal in elkaar zat. Ja. En toen zei de hoogleraar, ik geloof dat die Burger heette, die zei, verdorie, dat is een mooi verhaal wat je steekt. Ja. Je moet eens kennis maken met meneer Linschoten. Meneer Linschoten, ja, die zit bij psychologie. En daar moet je eens naartoe gaan. De auteur van Idolen van de Psycholoog. Precies, van de psychologie. Die, ja, ja. Enfin, dat heb ik gedaan. En ik was zo onder de indruk van wat die man te vertellen had, dat ik het gesprek eindigde met, kan ik u ook een tentamen doen? Toen zei hij ja. Maar dat was een vrijblijvend gesprek met Linschoten van praten. Heeft u hem dat referaat verteld of zo? Of? Nee, ik had het referaat gehouden en dat was aanleiding voor Burger om te zeggen, ga ook eens praten met die Linschoten. En hij dacht dat u misschien wel beter als psychologiestudent. Ja, hij vond dat ik het zo danig gedaan had, dat als ik meer over die waarneming wilde weten, dan moest ik bij hem zijn. Ja. Nou, dat was een heel goed gesprek wat ik met hem gehad had. En toen zei ik aan het einde van het gesprek, kan ik daar tentamen in doen? En dat kon, dat heb ik ook gedaan. Ja. En toen was ik dus geswitcht van medicijnen naar de psychologie. En daar ben ik helemaal in de functieleer, experimentele psychologie. Wat Linschoten ook had opgezet. Hij gold toch eerst als fenomenoloog? Je had toch de Utrechtse school dat was een beetje voor mijn tijd. Toen ik hem leerde kennen, was hij heel duidelijk de experimentele psycholoog. Door middel van experimenten eigenlijk. Want we hebben het nu over 19, halverwege jaren 60 of zo? Dat is in 56 geweest. Zo, 1938, ja, was hij 18 jaar natuurlijk. Zoiets. Ja, ja. Ja. Moet net kunnen als ik het even snel uitleg. 57 denk ik. Dat als is ik het even snel, ja. 1957. Ja, ja. Nou, dat heb ik heel braaf afgewerkt. Ja. En toen ben ik geslaagd in 1962 voor mijn doctoraal. Ja. En toen kwam... Afgestudeerd bij Linschoten. Bij Linschoten, ja. Vertel eens wat over... Wat, dat is natuurlijk een beroemde man in de psychologie. Het was gewoon een hele boeiende man die bijvoorbeeld zijn idolen... Ja. Die had die eerst, was dat een college dictaat van hem, een college van hem. Ja. Dat hebben we allemaal keurig gevolgd, maar hij was heel breed... En wat eigenlijk wel aardig was, dat in de tijd dat ik studeerde, was er een soort spanning tussen aan de ene kant de harde psychologie laten we zeggen de meer zachte psychologie, softe kant van de psychologie. En dat was die fenomenologische... Maar ook mensen als Langeveld en zo, die pedagoog, die hadden een heel andere manier van denken en kijken op de problemen dan Linschoten. En dat was voor ons studenten echt wel leuk, want we zaten met een man of 4, 5 echt in de kroeg. Ja, nee, maar vanuit van de hele groep hadden we een subgroepje. Ja. En daar zaten we natuurlijk geweldig te vertellen hoe geweldig ons vak is en hoe slecht het andere is. En dat motiveerde enorm om dat allemaal door te studeren, zal ik maar zeggen. Maar in welke zin? Dat het iets nieuws was wat gaande was in de psychologie of zo? Wij dachten dat als je de weg van Linschoten bewandelt, dat je dan vooral de wetenschappelijke kant, de academische kant kiest. En dat trok ons aan. En die medestudenten van u? Dat waren Ko van Kalkar en dat soort mensen. Die ken ik van naam ook wel, maar wat exacter georiënteerde psychologen, zeg maar. Nou, we leven nu in 1962 en 1963 moest ik in militaire dienst. Ja, ja.
Toen heb ik de verkorte officiersopleiding gevolgd. Ja. En dat betekent dat ik na 3 maanden, zoiets... Ja. Een baan kreeg die in dit geval in de militaire sfeer bleef. Ja, ja. En toen kwam ik terecht bij het Instituut voor Zintuigfysiologie in Soesterberg. Ja, ja. En dat was het Instituut voor Zintuigfysiologie. En die maakte deel uit van de Rijksverdedigingsorganisatie. En dat is toch de voorloper van TNO, geloof ik? Dat is van TNO. Niet de voorloper, dat hoorde bij TNO. Okay. Ja. Sorry. En nou geldt het volgende. Ja. Normaal gesproken ben je als jong academicus, word je toegevoegd aan een projectleider die een project heeft. Ja. Bij mij liep dat heel anders. Ik kreeg een project. En het project was, normaal gesproken moeten jachtvliegers onder de radar door kunnen vliegen. Ja. Ja. Met een enorme vaart. Ja. En kunnen vertellen wat hij ziet. Ja. Maar dan moet je hele goede ogen voor hebben. Ja, ja. En de ogen worden door de oogarts gemeten, statisch. Letters, en dan moet je kijken waar de grens ligt en of dat voldoende is om geslaagd te zijn voor je ogen. Ja. Maar als je zo hard vliegt, moet het dynamisch. Dus de vraag was nu gesteld, is er een relatie tussen de statische acuity, de statische visie en de dynamische? Ja. Nou, ga er maar aan staan. Ik kreeg een oogarts toegewezen. Ja. En ik kreeg een techneut toegewezen. Ja. Er werd apparatuur gemaakt. Ja. Op mijn idee. Ja. Ja. Eenparige bewegingen op een bepaalde afstand. Ja. En dan fliste iedere keer een teken. En moesten ze dat identificeren. Ja. En nou, dat was eigenlijk de proefopzet en de proef. Ja. De reactie is, de uitslag is, dat er geen correlatie is tussen die twee, omdat het ene een bewegingsapparaat is en het andere de oogsterkte is. Ja. Daar heb ik een artikel over kunnen schrijven. En Engelstalig was mijn eerste publicatie. Daar was eigenlijk wel trots op. Maar wat in die tijd nog niet echt heel erg gebruikelijk was, of begon dat een beetje op te komen? Dat je ook ging publiceren over wat je onderzocht? Nou, dit was in ieder geval wel de verzocht aan mij om dat te publiceren. Voor het Instituut voor Zintuigfysiologie of voor de wetenschap, zeg maar? Nee, voor het eerste. Het was een onderdeel van de opdracht. Ja. Op dat moment was dat voor mij ook de opstap naar een promotie. Maar wat gebeurde daar? Ja. Linschoten overleed. Die overleed. Dat was mijn promotor in spe. En die overleed. 39 jaar oud. Ja, die overleed toch, als ik mij goed herinner, min of meer in het hart, tijdens het geven van een college toch? Of was dat... Niet tijdens het college. Ik was er ook niet bij toen die overleed. Maar hij was gewoon op zijn werkkamer bezig. Hij had mensen op zijn werkkamer. Werd niet goed en overleed daar. Zo. Ja. Wat nu? De Geer. Ja, John van de Geer. Psycholoog in Leiden. Die was adviseur van het Instituut voor Zintuigfysiologie. Ja. En die zei tegen mij, joh, kom bij mij werken. In Leiden. Ja. Ik zei, ja. Hij zei, dan heb je 2 dingen te doen. A, je moet de hele propeduizen verzorgen, college geven, inleiding in de psychologie en zorgen dat het allemaal loopt, organisatorisch. Ja. En je moet natuurlijk onderzoek gaan doen. Ja. En ik kan je 1 ding vertellen, dat onderzoek wat je in Soesterberg gedaan hebt, dat is afgelopen. Je moet iets nieuws doen. Ja. Nou, toen ben ik begonnen aan een proefschrift, aan een onderzoek. U volgde dat braaf op ook? Die, pardon? U volgde dat braaf ook op? Ja, natuurlijk. Advies, En ik moet zeggen dat het onderzoek was meteen aangegeven van je moet iets met leren of zo doen. Ja, ja. En toen ben ik me gaan verdiepen in het leren van begrippen. Ja, ja. Concept learning heette dat in het Engels. Ja, ja. En dat heb ik in een periode van 3 jaar gedaan, onderzoek. Maar dat was natuurlijk allemaal paper en pencil-achtige experimenten. Ja, ja. Maar dat is toch geresulteerd in... Dat werd het onderwerp van uw proefschrift. Ja, ben van de Geer gepromoveerd. Ja, niet bij van Pareren was toch... Nee, van Pareren zat in Utrecht. Die zat in Utrecht. Die heb ik overigens wel 1 jaar meegemaakt toen van de Geer, toen Linschoten. Even kijken. Ik heb... Ja, toen Linschoten even niet aanwezig was.
Toen heb ik dus in Utrecht nog colleges gevolgd bij Van Pereren. Ja. En ook nog onderzoek gedaan onder zijn leiding. Ja. Maar dat is helemaal losgelaten. En ik ben naar Leiden gegaan met wat ik net vertelde over het leren van begrippen. Ja. Dan moet ik erbij zeggen dat het andere deel van de job was het doen van onderwijs. Ja. En dat is iets wat ik heel graag deed. Wat u van uw vader misschien dat zou kunnen. Maar ik weet wel dat vanaf het moment dat ik afgestudeerd ben, ben ik les gaan geven aan de Nutsacademie in Rotterdam. En dat heb ik tot aan dat ik in Leiden wegging volgehouden. En wat gaf u aan die Nutsacademie? Dat is voor de pedagogiekakte. En dat was het vak psychologie. Ja, ja. En dat heb ik eerst in de A, voor de A-akte en later voor de B-akte MOA gedaan. En MOB. MOA, MOB, ja. En wat sprak u zo aan in lesgeven? Ja, dat is moeilijk onder woorden te brengen. Ik vond het eigenlijk wel prettig. Ik ging altijd college geven, gewoon zonder papieren en boeken. Ik ging altijd die klas in, het lokaal in. En ik sprak eens iemand aan en vroeg bijvoorbeeld aan, kun je nog weten waar je gewoond hebt toen je geboren was? En dan zei zo iemand, ja, ik zeg, weet je nog hoe de voorgevel eruit ziet? Nou, dat was dan een entree voor een onderwerp, het geheugen. Werd dat ter plekke bedacht of had u dat van tevoren wel? Ja, had ik wel van tevoren bedacht waar ik het over zou hebben, maar hoe ik het zou doen, dat gebeurde aldoende tijdens een college. Dus ik was een soort interactieve docent, zal ik maar zeggen. Maar toen was hij toch nog niet zo jong. En dat is het leuke ervan, dat ik gaf eigenlijk les in Rotterdam aan mensen die zelf al afgestudeerd waren als onderwijzer. En die ongeveer mijn leeftijd hadden of zelfs ouder waren. Ja. Ja. Dus als ik eens een keer iets niet goed deed, dan werd ik onmiddellijk gecorrigeerd. Maar vergt dat ook niet een bepaald soort moed of zo? Dat je op die manier college of les geeft? Ik vond het gewoon prettig. Ik vond het gewoon fijn om dat te doen. Meegekregen van uw vader? Ik heb geen idee. Die manier? Of, mijn vader stond bekend als een enorm goed docent. Ik weet niet hoe ik bekend stond. Ik kan er wel één merkwaardig anekdote over vertellen. Graag. En dat is dat, dat speelt zich overigens af in Tilburg. Ja. Dat gold het ook. Ik ging ook maar die klas in en gaf mijn verhaal bij wijze van spreken. Ja. Maar daar had je 2 keer 3 kwartier. En daartussen had je een koffiepauze. En ik kom uit die koffiepauze, ik ging al even koffie drinken, en dan kwam ik terug. En toen hoorde ik een student zeggen, ja, die de Klerk, joh, die kunnen ze ook sinaasappelen kunnen laten verkopen. Dat kan die allemaal, zoiets dergelijks. En ik hoorde dat, ik denk, wat krijgen we nou? Dus ik ging naar die mensen toe. Sinaasappelkoper? Ik zeg, goh, ik hoor dat wat jullie zeggen. Wisten jullie dat mijn grootvader sinaasappel verkocht? Dat soort dingen, dat vonden die lui natuurlijk ook weer leuk. Maar ja, wat nou precies de motivatie is, maar ik was graag... Ik deed dat met veel plezier en ja. Net zoals u dat referaat wat u vertelde, wat u als eerstejaars geneeskunde student hield. Ja, daar is het eigenlijk mee begonnen. Inderdaad. Was ooit les gehad van uw vader zelf? Ja. Want mijn vader was ook onderwijzer vroeger, opgeklommen naar onderwijsinspecteur. Ik wil niks voor u invullen. Ik vond het niet leuk om als kind van mijn vader les te krijgen. Nou, ik vond het ook niet, ja, dat weet ik niet of ik het leuk of niet leuk vond. Ik had het idee dat hij extra streng was daarna. Misschien is dat ook wel zo, ja. Maar mijn vader die was mede oprichter, zal ik maar zeggen, van die HBS. Ja, en in die eerste jaren was ik leerling. Ja. Maar men was er nog niet aan toe om voor alle vakken docenten te vinden die gerechtigd waren om dat vak te geven. Ja. Toen heeft mijn vader zelf bepaalde vakken gegeven. Ja, ja. En ja, dat vond ik wel grappig dat hij bijvoorbeeld een keertje scheikunde gegeven had. Ik wist niet dat hij dat kon, maar goed. Ja, ja. Maar niet iets van zijn stijl van lesgeven, eigen gemaakt of meegekregen of wat u later bij uzelf herkende of zo? Ik heb gewoon alleen maar mezelf gerealiseerd dat ik zowel in Tilburg als in Leiden het plezier vond om college te geven. Dat vond ik geen straf. Nee. En ook liever college gaf dan onderzoek deed? Of, nee. Dat zijn gewoon 2 verschillende disciplines. En ja, dat vond ik eigenlijk wel heel plezierig. Ja. En wanneer bemerkte u bij uzelf dat de wetenschapper in u loskwam, zeg maar? Of was het op de middelbare school al of zo?
Nou, de middelbare school niet. Die heb ik gewoon braaf afgemaakt. Dan wil je meubelmaker worden natuurlijk. Ja, wil meubelmaker. Maar het doen van onderzoek, dat sprak mij wel aan. Dat je gewoon weet hoe dingen in elkaar zitten. Bijvoorbeeld hoe een geheugen in elkaar zit. En dat kun je dus onderzoeken door experimenteel onderzoek. En dat vond ik een boeiende aangelegenheid. En wie is daarin, ziet u daarin als uw leermeester? Is dat Linschoten? Maar, ja. En ook Van Geer? Natuurlijk. Ja. Ja. Wat is het meeste, denkt u, wat u van hen heeft meegekregen in uw vorming als wetenschapper, als wetenschappelijk psycholoog? Ja, dat je toch eigenlijk wel moet steunen op die dingen. Op die wetenschap die zich bewezen heeft. Ik bedoel dat je moet niet zomaar wat bedenken of zo. Maar je moet echt je realiseren dat er onderzoek is. Dat is zoeken eigenlijk naar de waarheid. Ja. Zoeken hoe de dingen in elkaar zitten. Ja. Nou, dat spel als het ware speelde ik graag mee. Ja, ja. En u bent hoogleraar onderwijspsychologie geworden. Ja. Hoe is dat zo? Dat is wel een goede vraag. Ik was natuurlijk bij Van der Geer betrokken bij dat onderzoek naar het leren. Ja, ja, ja. En leren, dat is natuurlijk iets wat vooral op scholen ook gebeurt. Ja, ja. Dus dat is al één brug. Ja, ja. Een andere is dat als je, laten we zeggen, in Leiden zat. Ja. Toen ik in Leiden zat, was er ook de studietoetsproblematiek van De Groot was actueel. Ja. Overigens, De Groot was ook een van de figuren. Echt een soort bijbel voor mij, dat methodologie. Dat, ja, vijf en zes misschien ook wel. Dat kwam later. Waar het meer een pamflet was trouwens. Ja, maar ik heb toen met Hans Kroonbach, die jullie ook een keer zit ook in de serie zit. Ik ken hem al goed. Ja, toen heb ik daar een keer een klein boekje over geschreven. Ja. En dat heeft ook een tweede druk beleefd en dat was wat meer uitgewerkt. Ja. En dat boekje dat heeft veel meer losgemaakt dan ik zelf ooit gehoopt en gedacht heb. Namelijk dat eigenlijk dat de reden is dat ik überhaupt uitgenodigd ben in Tilburg om hoogleraar te worden. Want daar zochten ze een onderwijspsycholoog. Ja. Ik wist niet eens wat dat was eigenlijk, een onderwijspsycholoog. Ja, maar wat doet hij dan? Wat doet hij dan? Dat was ook mijn vraag. En waarom ik? En toen refereerden ze aan dat boekje. Ja, jij bent gepromoveerd op een onderwerp wat met leren te maken heeft. Dus leren doe je op school. Ja. Dus je zult daar wel wat een en ander vanaf weten. En dat boekje over studietoetsen heette dat. Ja. Dat, dat heeft als het ware zoveel indruk gemaakt blijkbaar op de Tilburgenaren. En dat ik daar uitgenodigd ben om te komen. En dat, welk jaar was dat ongeveer? Ik ben benoemd in 1973 en actief begonnen in 1 februari 1974. En Tilburg, de psychologiefaculteit, begonnen geloof ik, dat kreeg ik vandaag te horen, het bestaat dit jaar of komend jaar 50 jaar, geloof ik. Begin jaren 70 is dat opgezet, toch? Nou, ik dacht in 72. In 72. Dus u geldt als een van de... was dat de eerste leerstoel in de onderwijspsychologie in Nederland? Ik dacht het wel, ja. Want Van Pareren gold niet als onderwijspsycholoog. Nee, dat was een leerpsycholoog. En wat is dan het verschil tussen leren en onderwijzen? Is de onderwijspsycholoog meer gericht op het bijbrengen van onderwijsvaardigheden aan leraar of zo? Of? Nee, wat eigenlijk mijn idee was, want eigenlijk zit u precies op een punt waar ik toen dacht van moet ik dit allemaal wel gaan doen, want wat is eigenlijk onderwijspsychologie? En naar mijn oordeel is onderwijspsychologie dat je zoekt naar hoe de omgeving en degene die leert, de ene is, laten we zeggen, dat is de omgeving en de andere is de leerlingkenmerken, zijn interesse, zijn IQ, weet ik wat. En de interactie van die twee, gericht op het oplossen van problemen of het onthouden van
informatie en dat soort dingen meer. Wat dus ergens toch ook wel raakt aan wat u net vertelde, die eerste opdracht die u in uw diensttijd deed bij het Instituut voor Zintuigfysiologie, het vinden van een match tussen dat binaire en statische. Ik had ik moest natuurlijk onderwijs geven, dus ik ben begonnen aan allerlei boeken die op dat terrein of in de buurt van dat terrein waren, om die te lezen en zo mijn eerste college te geven. Ja. Waarvan de heer Van Doren zei van, toen ik nog steeds aarzelde of ik het wel wilde doen, hij zei, je kunt toch wel een jaar de studenten vooruit blijven? Ik zei, oké, als dat het punt is, dan... Daar kwam het op neer gewoon. Ik weet niet of het een grapje was, maar dat zei hij wel. Ja. En ik heb uiteindelijk ook ja gezegd tegen dat verzoek. Ja. Maar toen hebben ze tegen mij gezegd, je kunt eigenlijk wel hoogleraar worden, maar je kunt geen personeel krijgen, want er waren bezuinigingen en weet ik wat allemaal. Dus je moet allemaal op je eentje doen. Binnen 2 jaar had ik 5 medewerkers. En hoe kregen jullie dan? Via subsidies? Ik heb gewoon gezegd van, de belangstelling voor het vak groeide zo dat ik allerlei dat je dan had meer personeel nodig had, om zo maar te zeggen. En toen zijn er allerlei mensen bij mij gekomen. Ja. Simons en Robert-Jan Simons. Robert-Jan Simons en Hans Lodewijks. En al die lui die later ook hoogleraar geworden zijn. Hans Lodewijks zat in mijn opponentencommissie. Aardige man. En dat vond ik wel aardig. En wat was nou eigenlijk, vind ik zelf, de sterkte van de opleiding? Ja. Dat is dat ik een model had. Ja. Wat erop neerkwam, wat ik eigenlijk net ook al zei, dan noemden ze gekscherend het rolmodel van de klerk. En daarmee bedoelden ze, R is een functie van O en L, rol. R is het resultaat, L is de leerling en O is opleiding, de omgeving. De omgeving, de. En de interactie tussen omgeving en leerling is van belang voor het leren. Dus feedback bijvoorbeeld, en schriftelijk of niet, en dat soort dingen. En daar kon iedereen zijn deel uitnemen. Dus je kon zomaar niet promoveren, dan moest binnen dat rolmodel blijven. En dat gaf een geweldige cohesie. En ik had zo 25 promotie. In tamelijk korte tijd? Want ik ben gestopt al vrij snel met mijn vak. Omdat ik A, decaan werd, vervolgens bewindvoerder werd van een faculteit die het niet goed deed, waar ruzie uitgebroken was, dat moest opgelost worden. En toen dacht ik, ik ga weer terug naar Leiden. Toen zei ze, maar je moet rector worden hier. En dat betekent dat ik eigenlijk maar heel kort hoogleraar ben geweest. Ja. Heel kort. Van eigenlijk. Je blijft de titel behouden. Ik ben wel hoogleraar gebleven. Die titel heb ik nog steeds. Het invulling geven van het hoogleraarschap. Ja, precies. U moest rector magnificus worden. Was dat ook een ambitie van u? Helemaal niet. Helemaal niet. En waarom had u toe dan? Uit loyaliteit. Ik bedoel, ik heb daar mijn ziel en zaligheid gegeven aan die universiteit. Maar gaf u nog wel les? Of wat u net vertelde, dat u zo graag onderwijs gaf? Ja, ik gaf totdat ik rector werd, heb ik les gegeven. Maar is dat dan iets wat je overkomt, zeg maar? Dat je meer richting de bestuurs... Ik weet het niet. Het gebeurt gewoon. Toen ik de universiteit verliet, zei mijn vrouw, die u net gezien heeft, dat ik 16 bijbanen had. Leg eens uit. Die had ik gewoon. Ik was 16, bij 16 organisaties betrokken. En in 19 gevallen als voorzitter. Maar in raden van toezicht of zo? Of onder andere. Maar ook bij TNO heb ik allerlei functies gehad. Het vernietigingsfonds en van allerlei programma-adviesraden. Ik heb het hele ISS, het Instituut voor Social Studies, heb ik helemaal. Dat was eerst een instituut met een bestuur en ik was voorzitter van het bestuur. En ik vond dat niet dat instituut moest blijven, het moest academisch worden. Dus ik heb het zodanig veranderd dat er ook
een hoogleraar was. Die ook daar een beetje de decaan was, zal ik maar zeggen. Ja. En ik heb het ook gezorgd dat dat in de universitaire wereld terecht kwam. Maar ik weet niet of dat woord liefde voor het bestuur, voor het bestuur of voor ik weet het niet. Dat is gewoon zo gegroeid. Ja, mensen hebben dat gevraagd en als het interessant... Het ging goed af waarschijnlijk. Dat moeten anderen beoordelen. Maar anders zal ik toch niet 16 bijbanen ook... Ja, ik vond het zelf ook bizar, maar we hebben het gisteravond... Hebben we nog nagekeken. Nu zou het niet meer kunnen. Toen kwamen we tot 15. Dus. Ik zou het ook niet meer willen. Ik bedoel, ik heb vorig jaar mijn laatste functie eraan gegeven. Ja, ja. Van wel gezegd, ja. Maar als u terugkijkt op uw eigen carrière als psycholoog, waar kijkt u met het meeste trots op terug? Ja, ik weet niet of ik zo trots ben. Of met de meeste genoegen, of met de meeste... Ik heb heel erg leuk gevonden. Toen ik dat rolmodel ontwikkelde en iedereen een plek gaf om daar een proefschrift over te schrijven. Dus het onderzoek te doen en dat te verslaan in een proefschrift. Dat heb ik eigenlijk wel heel erg leuk gevonden. Omdat je op die manier als het ware een soort van school creëert ook? Ja, dat mag je eigenlijk wel zeggen. Want ik had 25 promoties en 12 van hen zijn hoogleraar geworden. Ja, dat betekent ook toen ik wegging dat je vak door kon blijven gaan. Het doorrolmodel ook. Ja, het is een doorrolmodel geworden. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. En dat vond ik toch wel heel bijzonder. Ja, ja. Als je dan rector magnificus wordt, mist u dan ook wel het onderzoek doen? Gewoon? Of nee. is dat op een gegeven moment is dat dan ook wel... Nee, kijk, dat is een baan, ordinair gezegd een hondenbaan. Dat is echt vreselijk. In termen van nooit thuis, altijd weg, de last die je draagt, die je overigens makkelijk draagt hoor, daar gaat het niet om. Ja. Maar die is toch wel zodanig dat ik was ook heel veel in het buitenland. Ja. Ik was als rector voor onderwijs, onderzoek en buitenlandse zaken. Ja. Nou, dat betekent dus dat je altijd, altijd bezig was. Wat maakt dat het waard dan? Als je veel moet opgeven. Er moet voortdurend iets. Er is voortdurend iets. Dan moet er eens iets verbouwd worden. Dan moet er eens een hoogleraar. Ja, nee, maar wat maakt het waard dat je dat blijft op. Dat je altijd weg bent. Dan zal je privéleven ook onder lijden, neem ik aan. Ja, of schoon mijn vrouw altijd zegt dat ze dat de leukste tijd van mijn baan vindt. Omdat ze vaak ook meegegaan is. Het was usance dat in veel buitenlandse commissies ook de dames meegingen, de partners meegingen. Dus dat was wel aardig. Maar ja, je had wel bijvoorbeeld promoties, daar was je verantwoordelijk voor. Het hele onderwijs was je verantwoordelijk voor. Ja, ja. En wat bij mij wel altijd heel erg gespeeld heeft, en dat geldt ook voor die banen die ik allemaal had, hè, dat is dat ik was heel erg gefocust op kwaliteit. En dat betekent dat ik heel veel gedaan heb in de universiteit aan de kwaliteit van het onderwijs. Ja. Dat noemde zij, dat is niet mijn titel geweest, het SGO, oftewel het studentgericht onderwijs. Ja. Ik vond het heel verschrikkelijk dat een docent, die niet als docent is opgeleid, maar een medewerker die gedwongen werd om les te geven voor een club van 120 of veel meer studenten. Nou ja, dat vond ik een wanverhouding. Dus ik was meer van het type van, je moet werkgroepen maken. Kleiner dus, beginnen. Precies. Dat is anders dan het programma gericht onderwijs in Maastricht, toch? Daar leek het een beetje op. Daar was ik ook wel door geïnspireerd. En dat vond ik wel heel erg belangrijk om dat te doen. Dus die kwaliteitsslag... wilde ik wel maken. Ja. En dat gold ook voor het onderzoek. Ik was ook verantwoordelijk voor het onderzoek van de universiteit. En met het onderzoek was er vroeger het zogenaamde VF, het voorwaardelijke financiering. Daar was ik een grote aanhanger van. Waarom? En ik heb dus gewoon omdat je dus niet moet zeggen, hier heb je het geld, ga bij onderzoek doen. Dit is het geld wat beschikbaar is, maar je moet wel bewijzen dat je het goed programma is. En dat je dat geld verdient, zeg maar. Precies, Nou, dat waren de pittige vergaderingen ieder jaar met de decanen. Ja?
Ja, toen konden ze me wel schieten. Dat was, nog een bijzondere herinnering eraan? Nee, dat is allemaal wel goed afgelopen. Die het nageslacht van de psychologiestudenten mogen weten. Nee, maar het was wel voor mij heel erg belangrijk. En dan, ja, dan krijg je van die dingen. Bijvoorbeeld, ik ben bij TNO in het Lorenz van Ittersson Fonds heb ik gezeten. Dat zegt maar niks. Nou, dat is het. In die hoedanigheid heb ik een opdracht gekregen om eens na te gaan hoe dat dan zit met die professoren vanuit het veld die daar voor 1 uur of 1 dag in de week les komen geven. Die hebben een titel professor. Ja. En ze zijn met just promovendi, dus ze mogen proefschriften leiden. Ja. En ja, zijn ze capabel? Ja. Nou ja, dan kom je de gekste dingen tegen. Zoals? Gewoon mensen die bij wijze van spreken nog nooit gepubliceerd hebben. Maar wel hoogleraar zijn. En die nu hoogleraar zijn. Dat zijn wel weliswaar uitzonderingen, maar wel uitzonderingen die de regel bevestigen. Ja. Ja. En nou, daar schreef ik dan een rapport over met een advies. Zorg voor richtlijnen bij de benoeming van dit soort hoogleraar. En daar werd wel wat mee gedaan ook? Die boel is lang geleden, dat weet ik niet meer allemaal. Maar kwaliteit vond ik eigenlijk wel een heel belangrijk iets. Ja. Hoe heet die psycholoog uit Nijmegen? Rutte. Rutten. Die is van voor mijn tijd. Ja, voor uw tijd. Nee, ik zit even een bruggetje te maken. Die was onderwijsminister. Psycholoog die onderwijs. Klopt. Rutte. Ja. Ik kan me voorstellen, het schiet me nu te binnen. Hoor. Nu ziet u dat ik van die richtlijn afwijk. Bent u ooit in de race geweest als minister van Onderwijs? Of? Ik heb één keer in Elsevier gelezen dat ik kandidaat was voor het ministerschap. Ach, maar dat heb ik met een geweldige brede glimlach heb ik dat gelezen, ja. Nooit die ambitie gehad? Nee. Want ik las ook dat ter voorbereiding dat u actief bent in de VVD, of was, geweest bent. Ik ben, laten we zeggen, begonnen als D66 in het jaar 1966. Daarom stem ik nog steeds vaak D66 vanwege Hans van Mierlo. Maar ik ben na een verloop van tijd geswitcht naar de VVD. En daar ben ik nou niet echt zeer actief geweest, landelijk, wel gepubliceerd in Liberaal Revij. Maar ik ben wel erg actief geweest hier ter plaatse van de VVD. Ik ben voorzitter van de VVD hier in Loon op Zand. Ja. Maar dus nooit ambitie gehad om minister van Onderwijs te worden? Nee. Een hele vrije associatie van mij. Maar het gekke is dat ik überhaupt weinig ambities heb gehad. Het overkwam mij eigenlijk altijd. Is dat echt zo? Ik geloof niet dat ik. Wat ik eigenlijk, toen ik afgestudeerd was en gepromoveerd was, dacht ik, nou, lekker doorgaan met onderzoek doen en college geven. En ja, dan komt er ineens. Overkomt je dat nou echt? Of is dat nou ook, dwing je dat ook niet echt? Dwing je toch ook af, zeg maar? Of is het puur een kwestie van geluk dan? Ik denk dat. Ik weet niet, ja, het is moeilijk om jezelf te analyseren. Tenminste, je bent oud en wijs, weet het nou toch wel niet. Nee, maar ik geloof dat heel veel mij gewoon overkomen is. Ik ging uit Leiden weg om met Dolf Koonstam verder te gaan. En dan zeggen ze, joh, je moet rector worden. Dan heb ik dat nog nooit geambieerd. Ja. Nee, ik wilde weg. Ja. En ja, dan heb je een gesprek met het college van bestuur. En dan denk je, ja, verdorie. Misschien moet ik dat dan toch wel doen. Ja. Ik ben eerder, en dat kun je ook nalezen in de geschiedschrijving van het, in de gepubliceerde geschiedschrijving van de universiteit, aangezocht om lid te worden van het college van bestuur, met de verwachting dat ik dan voorzitter zou kunnen worden van dat college. Ja. En toen heb ik gezegd dat ik dat niet wilde doen, omdat ik dacht dat ze een protestantse of niet-katholieke figuur nodig hadden om eens een keer van die K af te komen. Dus toen dacht ik, daar moet ik niet aan beginnen. Ja. Dus het zijn dingen, ja, die komen kennelijk op je pad of soms. Ik weet niet wat dat is. Ja. Maar hoe was het, we hadden het net in het voorsprek al een beetje over, hoe was het dan om als niet-katholiek bij rector magnificus van een katholieke universiteit te zijn? Is dat... Ja, dat is natuurlijk ter sprake gekomen toen ik dat gesprek had over het verzoek om hoogleraar te worden. Ja.
En toen heb ik dus eigenlijk gezegd van meet af aan, ik wil daar geen misverstand over staan. Ja. Ik was overigens op dat moment gewoon atheïst. Ja. En toen heb ik gewoon gezegd, luister, het geloof speelt voor mij geen rol. Als dat een kwestie is, of dat ik bekeken moet worden, ik doe dat niet, dan zoek je maar een ander. Ja. Dus dat heeft nooit echt een... Dat heeft nooit gespeeld, nee. Het is nooit een issue geweest of nooit op aangesproken of Nee. Op welke publicatie kijkt u met het meeste genoegen terug in uw carrière? Het gekste is dat, ja, dat hangt er vanaf welke bril je nou opzet. Een wetenschappelijke of een maatschappelijke of wat dan ook. Waar ik wel heel veel plezier van heb gehad. En wat ook wel gebruikt is, dat zijn mijn redes als rector. Bijvoorbeeld de opening van het academisch jaar en zo. En die werd ook gepubliceerd. Ja. En daar had ik wel een soort visie of een soort vergezicht. En daar ben ik wel content over dat ik dat heb mogen doen. Weer zo'n referaat over het oor, als het ware. Pardon? Weer zo'n referaat over het oor, als het ware. Ja, zoiets eigenlijk, ja. Maar dan iets anders. Ja, nee, maar, wel misschien zo'nzelfde soort plezier om wat te vertellen of zo. Toen ik net gepromoveerd was, toen was ik wel blij met het feit dat er iemand in Amerika overgekomen is en een jaar bij mij gestudeerd heeft, aan het onderzoek meegedaan heeft. Ja. Iemand uit Indonesië, overigens een Nederlander, maar die daar aan een universiteit zat. Ja. Ik ben zelf trouwens ook verbonden geweest aan die Indonesische universiteit, de Atmajaya University. En daar ook gewoond? Nee, maar wel een medewerker die daar vier jaar gewoond heeft. En af en toe langs of zo? Dan ging ik 1-2 keer per jaar naartoe, ja. Ja. Volgt u de psychologie nog enigszins? In die zin dat ik de psycholoog, het tijdschrift De Psycholoog, waar ik hoofdredacteur van ben, lees en volg. Niet close reading, maar wel, laat ik zeggen, de onderwerpen die me het meest interesseren. Ja. Ik vind het trouwens ook een fijn blad om te lezen. Kijk, dit mogen we even extra herhalen. Ja. Nee, dat vind ik echt. En dat is even een geweldige uitstap. Ik ben lid geweest van de Rotary. Ja. En die is later ben ik lid geworden van de Past Rotary. Mijn vader ook. En de Past Rotary, daar schrijf ik iedere maand een column. Oh ja? En die columns, ik ben nu met nummer 200 bezig. Zo. En die gaan over van alles en nog wat, maar onder andere over psychologie. En de inspiratie daarvoor komt vaak van de psycholoog van het tijdschrift. Bij deze bied ik u een keer een gastkolom in de psycholoog aan. Maar wat schrijft u dan zoal? Bijvoorbeeld, er is eens een keer een onderzoek geweest dat eigenlijk alles wat in de psychologie gebracht wordt, in dat tijdschrift gebracht wordt, daar kun je natuurlijk nog een verhaal, een reactie op geven of een toelichting op geven. En dat wordt ook wel gewaardeerd. Kijkt u als onderwijspsycholoog ook nog heel erg naar ontwikkeling in het onderwijs nu? Hè? Ik zat net te denken toen u vertelde over het moet wel bewezen effectief zijn. Een concept zoals bijvoorbeeld het studiehuis. Ik heb er zelf in mijn proefschrift ook nog in een discussie nog een beetje vrij over geassocieerd. Dat was al een concept wat niet echt bewezen effectief was voor de introductie. Maar is het wel gebleken achteraf ook niet zo heel erg? Nee, want volgens mij is het alweer verdwenen. Dat is steeds helemaal verdwenen. Niet helemaal verdwenen. Daar ben ik met u eens. Ja. Want bijvoorbeeld Simons, een van mijn leerlingen, zou ik maar zeggen. Ja, hij was promotor van Jan Vermunt, volgens mij. Jan Vermunt is ook een leerling van mij geweest. Daar ben ik weer op. Ik heb voorgebaat op zijn dissertatie. Dat laten we zeggen, leren en dat soort dingen. Dat is natuurlijk nog wel steeds, daar is nog steeds wel aandacht voor dat onderwerp. En bijvoorbeeld, we spreken elkaar nu in tijden van corona.
leerlingen gaan nu bijna niet meer naar school. Of dan weer wel, dan weer niet. Hoe kijkt u daar als onderwijspsycholoog naar? Ja, dat is natuurlijk het is een rampzalige tijd, laten we dat voorop stellen. Ja, maar ook voor het onderwijs. Ja, zeker. Wat heeft dat voor mogelijke invloed op de vorming van onze jeugd nu? Dat moet is je het eigenlijk... onderwerp voor een column in de... Het zou kunnen, dat weet ik niet. Maar daar moet je op een gegeven moment inspiratie voor hebben om dat te doen. Maar het is natuurlijk zo dat, laten we zeggen, de jongeren, de kinderen die onder, dus op de basisscholen, en dan met name het hele traject naar elfjarigen, zou ik maar zeggen. Dat loopt natuurlijk niet lekker met die coronaperiode, het allemaal thuis zitten. Weet je wat ik wel een beetje een probleem vind? Ja. Toen ik ging studeren, was het normaal om er 7 jaar over te doen. Ja. Maar er stond 6 jaar op. Ja. Maar om het extra ik heb het zelf doen. In 4 jaar gedaan. Ja. Ja. En dat heette vroeger ontzettend snel. Ja, ja. Toen is Peijs gekomen als minister. Ja. En die heeft gedacht, we maken er maar eens 4 van. Ja. Dat vind ik dus zelf geen verbetering. Ja. Dat betekent dat de hoeveelheid informatie... in ieder geval minder is geworden. Nou, als je nu ziet dat er klassen zijn van 300 studenten waar je dan les aan moet geven, dan denk je, ja, maar waar zijn we nou mee bezig? En naarmate die studenten, laten we zeggen, mondiger zijn en niet allemaal meer pruimen wat de professor zegt, dat zijn dus allemaal wel deuken in het onderwijs, van, als je dat zo eens bekijkt. Ja. En ik ben daar toch wel een beetje droevig over. Die ook zijn weerslag zullen gaan krijgen in de vorming van jeugd. Ja, dan zie je bijvoorbeeld een net afgestudeerde figuur. En die heeft dan een einde van de vak gestudeerd. Ja. En dan denk je, ja, wat heeft hij dan gestudeerd? Ja, heeft hij bijvoorbeeld psychologie gedaan? Ja. Wat gaat hij dan doen? Ja, dan gaat hij mensen beter maken of zo. Ja. En wat moet je dan met 4 jaar? Dan weet ik wel dat er allemaal nakeuren, weet het... Dat je nog de nascholing hebt, een bijscholing. Maar ja, je bent 22, 23. Ja, ja. En ik vind dat er niet op vooruit gegaan, laat ik het zo maar zeggen. Nee. Laatste vraag. Ja? U bent 17, 18, staat weer voor de keuze om te gaan studeren. Zou dat weer psychologie worden? Nou, toen ik jong was, zou het dat ook niet worden. Nee. Het is het geworden. En bij nader inzien, want dan kijk je er weer op terug... Ja. Zeg ik, nou, ik zou dat niet uit willen sluiten, maar dan zou het toch wel heel erg de richting van de cognitieve psychologie gaan en vooral hersenen en gedrag. Want dat was eigenlijk altijd al mijn thema, van wat gebeurt er hier, op wat je leert of wat dan ook doet. Ja. En dat vind ik wel nog steeds nog een heel interessant onderwerp. Maar geen spijt dat u geen meubelmaker geworden bent? Nee, dat is echt een jongensdroom die ook vervlogen is. Dat is duidelijk, ja. Dank u wel voor het gesprek. Ja, ik vond het wel interessant. Ja.